Bounce is een initiatief op bewegen. Dat zien we achter ons gebeuren. En namelijk bewegen op trampolines. En daar zijn we in 2011 mee gestart in Amsterdam met de eerste Bounce-vestiging. En wij proberen op een laagdrempelige manier kinderen, jongeren weer plezier in bewegen te brengen. En ze eigenlijk van de bank af te halen, van de computer weg te halen en weer lekker te springen en bezig te zijn. Nou kennen we natuurlijk een trampoline, maar wat we hier achter ons zien is iets totaal anders. Leg eens uit. Ja, de trampoline die we denk ik velen van ons kennen die bij ons achter in de tuin staat, is natuurlijk vaak een ronde of een vierkante trampoline. Achter ons zien we een heel groot veld met 32 trampolines en in het midden een grote tumblingbaan. En het leuke van Bounce is, je kan van de ene op de andere trampoline springen. Je kan aan de zijkanten, wat ook allemaal van trampolinedoek is, kan je inspringen en dan kan je veren en kom je weer terug. En dan kan je hele mooie trucs doen. Je kan mooie sprongen maken. Maar het Bounceveld is ook een nieuwe vorm voor bodybounce of een bootcamp die erop wordt gegeven. Maar we hebben ook een balspel ontwikkeld. Het trefballen op trampoline, dus het kan ook gedodgebald worden. Springen is nog steeds recreatief. We zijn ook de initiatiefnemer van de Nederlandse Dodgebalbond. En we houden dit jaar voor het tweede jaar het Open Nederlands Dodgebalkampioenschappen. Dus trefbal op trampolines. En we zijn er mee bezig om dat steeds landelijker uit te breiden. Om ook een echte sportbond te worden. Man Vinkers die zei, het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen. Er is in Almelo altijd wat te doen, maar dat is hier van toepassing. Ja, dat is zeker hier van toepassing. Het sportbedrijf Almelo sprong een gat in de lucht omdat Bounce kwam. Vertel. Ja, nou ja, we zijn op zoek naar gewoon nieuwe invullingen in onze tennishal. We hebben gemerkt dat de laatste jaren de tennissport aan zich zeker binnen terugloopt. We hebben nog een tennishal in Almelo. Dus we hebben gekeken naar de planning en het bleek mogelijk te zijn om alle tennis onder te brengen in één hal. En daardoor krijgen we nieuwe mogelijkheden in deze overdekte hal in combinatie met het zwembad, in combinatie met ons speedsoccerveld, in combinatie met het buitenbad. Dus dat betekent dat we een compleet aanbod hier kunnen bieden voor jong en oud. Straks in de kerstvakantie, dan hebben we in de tweede week hebben we ook een hele grote opening met meer spektakel in het zwembad, in onze hal. Dus nou ja, we hopen dat we in de kerstvakantie heel veel kinderen hier naar het sportpark trekken, zodat we die gewoon hartstikke goed kunnen vermaken. Scholen, clubs, nogmaals, jij kan morgen je familiefeestje hier organiseren. Dus in principe is het voor iedereen toegankelijk. Als je wil bouncen, zul je dat met de bounce moeten regelen. De andere faciliteiten regel je met ons. Maar ja, of je nou alleen bent, of je bent met een club of met een school, geen enkel probleem. En je kunt hier terecht. We hebben altijd toezicht van, zoals je zegt, de Bounce Master. Die kijkt dat alles in de Bounce Arena goed verloopt. Geeft kinderen aanwijzingen. Houdt toezicht dat ze niet gaan uitrusten in de arena, maar dan even de arena verlaten en rustig gaan zitten. Dit om te voorkomen dat er ongelukken zijn. Want ja, je wordt natuurlijk wel vermoeid als je heel inspannend aan het sporten en het spelen bent. Dus daar hoort een goede begeleiding bij. In feite net zoals bij de klimband, zoals we hier achter ons zien, begeleiding. Dat zorgt voor veiligheid voor ouders, dat ze zeker weten dat hun kinderen goed bezig zijn onder toezicht.